Jugando, siempre. Onder een parasol en met een oud tv-toestel, de Uruguayanen volgen hun landgenoten in stijl op Ipanema. Tegen Italië is winst nodig. Uruguay leidt met 1-0, maar toch is het bang afwachten. En dan is het zover. Uruguay mag naar de achtste finales. Opnieuw een Zuid-Amerikaans land dat zich kwalificeert. Ik denk dat voor het Mundial, als je in Zuid-Amerika gaat, een plus. Sudamérica tiene mucha sangre. Está apareciendo una Copa América. El fútbol nada se dice imposible, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy difícil un país de Europa ganar esta copa. Italië, Spanje, Engeland, de lijst met gesneuvelde Europese landen loopt stilaan op. De Zuid-Amerikaanse landen lijken de overhand te nemen op het eigen continent. La Copa seguro es una copa para un sudamericano acá. Ahora Holanda está ahí también. Dat zullen deze Nederlandse supporters graag horen. Hoe passioneel het er bij de Uruguayanen aan toe gaat, zo rustig blijven de Oranje supporters. In de volgende ronde treffen ze Mexico, ook een land uit Latijns-Amerika. De Zuid-Amerikaanse landen doen het goed. Zijn jullie een beetje bang van de Zuid-Amerikaanse landen? Nee, tuurlijk niet. Ik denk, laat ze maar komen. We zijn goed op weg, we zijn goed begonnen. Voor Mexico vrees ik niet zoveel. Uruguay is wel goed, maar het is meer Brazilië, denk ik dat we ook kunnen hebben. Het zijn meer de Duitsers waar ik een beetje bang voor ben. Voor deze oranje jongens is de achtste finale tegen Mexico een formaliteit. Toch maar opletten. En als ze er toch uitgaan, kunnen ze nog altijd voor hun zuiderburen supporteren. Als jullie er vroeg uitgaan, ga ik je iets geven. Misschien kan je voortaan voor de Belgische supporter. Misschien kan je voortaan voor de Belgische supporter. Dat zou kunnen, ja, want de Belgen zijn onze zuiderburen. Dit is dit, jongens. Maar ik moet wel zeggen dat wij denk langer volhouden dan de Belgen. En blijkbaar zijn we niet de enigen die de Nederlanders wat willen jennen op Ipanema. Je krijgt een Belgische vlag rond je. Ja, het zijn mijn buren en ik gun voor België ook het beste. Dus voor één keer dan. Voor één keer. Zijn jullie niet te vroeg in vorm op dit WK? Eigenlijk als je naar het EK 2008 kijkt, versloegen we Frankrijk, Italië met grote cijfers. En toen gingen we naar huis door Rusland. Dus dat zou wel eens kunnen gebeuren. Maar ik denk dat het nu, omdat we nu Mexico loten, ik denk niemand is bang voor Mexico als ik eerlijk ben. Half finale België en dan is iedereen blij. Dan sturen jullie wel naar huis, maar dan is nog steeds iedereen blij. Toch maar die Belgische vlag bij, hè? Je weet nooit. Het kan van pas komen. Ja, nee. Ik heb hem zeg maar altijd onder mijn kleding heb ik de Belgische vlag bij me. Boven staan de Nederlandse en daarna juich ik voor jullie. Zo hoort het. Benieuwd wie van de lage landen het eerst Brazilië zal moeten verlaten.